Jongeren en medewerkers van het ministerie van Openbare Werken zullen worden gestimuleerd om zich te verdiepen in de meteorologie en meetkunde. Zo klonk het voornemen van minister Riyad Noor Mohammed van Openbare Werken vandaag bij de ingebruikname van een meetstation in het district Koroni. Het station zal de samenleving meer inzicht geven over de weersomstandigheden in het district. En dit beroep is aflezen, analyseren van data en dergelijke zaken. Daarvoor kan je naar het NATIN gaan om zo'n opleiding te volgen, meteo, hydro. En wie weet kom je eens een keer ook bij OW werken, toch? Maar natuurlijk, DC weet ik dat traditie zijn ook jaloers geworden. Want ze horen nu in Koroni één instrument. Dus alle DC's wil ik zeggen, geduld. Ik heb één ding beloofd. Zonder dat ik wist dat deze projecten zouden komen. Hoor. Maar waarom heb ik beloofd dat elk district gaat zijn kans krijgen. En ik ga, laat maar zeggen, OW gaat in elk district iets doen. Dus we gaan ook naar de andere districten. Dat is gezegd, ze krijgen ook allemaal zo'n meetstation. Ik heb begrepen ook Tafelberg, toch? Ja, dus het verre binnenland krijgt ook zo'n geweldig meetstation. Dus ik vraag een beetje geduld. Want traditie tak, nee, ik meet met 3 maten 4, maar is niet waar. Is verkeerd begrepen. Ik vraag geduld. Noor Mohammed zegt verder dat alle besluiten geld kosten en stelt dat de financiën voor soortgelijke projecten via de regering moeten vrijkomen. Dat vergt vaak veel pleitpartijen. De bewindsman zegt dat zijn departement ook zal werken aan de reorganisatie van het district. In ons nieuwsbulletin van morgen komen we terug op de ingebruikname van dit meetstation in Koroni.